zo gênant. Ben je bij Brinks geweest? Wat is Brinks? Die zoveel week bij jou thuis komt. Zoveel verdien ik niet. Ik dacht dat je altijd cash uitbetaald kreeg. Wat is het nou voor stom grap? Dat is al lang niet meer zo. Dat hebben we ook overgemaakt. En zeker bij de KRO. En wij worden betaald in bijbels. Neem jij dit nu echt overal mee naartoe? Nee. Zal ik laten zien waar het heen gaat? Wat zit hier in überhaupt? Oh, dat kan ik ook even laten zien. Dat is heel erg leuk. Dit is ons productiemandje. En daar hebben wij de koptelefoon van Arnemiek. Arnemieke Schollaert. Iedere dag van tussen 2 tot 4 op NPO Radio 2. Wij hebben allebei onze eigen plopkap. Want bij Hilversum, in Hilversum is eigenlijk iedereen ziek. Jullie halen dat er dan af, zie ik. Ja. Zonder je handen te wassen. Dus je raakt nu juist je plopkap met die handen aan. Heb je een goed punt. Dit moeten we nog fine-tunen. En we hebben daar een logger. En daar doe ik dan dat mandje. Oké, okay, ik volg dit even voor deze diepte-reportage. Ja. Wil je dit dan versneld afspelen? Ja hoor. Okay, ja. Oh, daar is dat kistje voor. Wacht. Ja, ik denk dat een grote broodtrommel of... Dat is natuurlijk wel zo. Als je ouder wordt, een krimpje. Hè? Dan kom je niet meer bij de grond. Nou, ik zal je vertellen. De tafel kun je verzetten, hè? Ja. En maar Silke die wil hem op 105. Het is echt serieus. Hier heb ik een knop. Dus hij moet zo meteen naar 105. Het moet hier ook altijd precies 21,5 graad zijn. Niet 21,6. Dat is echt vermoeiend. Ja. Heb jij wel die speciale koffiecupjes gehad met dat veganistische spul erin? Ja. Verschrikkelijk. Ik moet tegenwoordig die cupjes van die Nespresso moet ik terugbrengen. Die kun je tegenwoordig terugbrengen naar die winkel. Verschrikkelijk. Ik moet ook altijd van die linnen kleding aan, weet je wel. Maar anders gaat ze klagen, want dan is ze allergisch voor. Hoi. Dat is verschrikkelijk. We hebben alles geregeld hoor, voor je. Maar wat? Temperatuur is geregeld, koffie is geregeld. 5 graden. Het staat op 105 centimeter. Koffie? Waar? Waar is mijn zijn er nog andere dingetjes? Koffie verkeerd is het trouwens. Ik wil niet gewoon de koffie. Hey, vakantievierder. Hoe is het? Ja, lekker. Wacht even, sorry, ik moet het weggooien. Hi. Nee, lekker even 2 weken Drenthe. Hartstikke mooi weer gehad. En een hele mooie provincie, leuke dingen gezien. Jij bent helemaal niet naar Drenthe geweest. Zeker. Ja, maar niet alleen één plek. Het is gewoon echt de hele provincie. Superleuk. Hunebedden bekeken. Hunebedden bekeken enzovoort. Mooie landerij, lekker weer, gewoon heerlijk, gewoon even lekker eruit. Ja, wat heb je echt gedaan? Drenthe. Nee, dan weg, man. Friesland. Hoi. Hey. Wat de kijkers willen weten, wat heb je in de tussentijd gedaan? Studeren en huilen. Vooral huilen. Kan me voorstellen. Dat. Ja, vaste kijkers mis je natuurlijk ook. Ja. Noem geen namen. Ineke. Ineke was ziek trouwens, hè. Dus ik dacht van, je kan wel even een ophebber gebruiken. Ik weet niet per se of je van mij opknapt, maar... Maar dat je speciaal voor haar even in de vlog komt. Dat is toch aardig? Ja, helemaal van de Utrecht hierheen. Nou, beterschap Ineke. Beterschap Ineke. Montreal, waar ligt dat? Ja, in Canada. Ik weet het, maar ik had het bericht gewoon niet helemaal goed gelezen. En ik zal het meteen eerlijk toegeven dat mijn... Nee, je gaat nu geen quizje doen. Helemaal niet. Hey, Groningen. Topografie. Ja, ergens boven. Er gaat niks boven Groningen. Maar wat is de hoofdstad van Groningen? Ja, Groningen. En Noord-Holland? Ja, waar komt die? Den Haag. Haarlem. Wacht. Oké. Het is zo gênant. Zuid-Holland? Den Haag. Heel goed. En nou eentje zonder voorzegging. Gelderland. Arnhem. Ik stel voor dat jouw lieve kijkvriendjes suggesties kunnen doen van landen waarvan ik dan de hoofdstad moet onthouden. Want ik vind dat echt heel moeilijk. Noem eens iets, Freddy. Madagaskar. Ja, dat is natuurlijk heel makkelijk. Die weet ik al. Oké. Okay. Nee, natuurlijk. Zet even in de comments een land waar Silke de hoofdstad van uit het hoofd moet leren. Siri. Wat is de hoofdstad van Madagaskar? Antananarivo. Antananarivo. Bam! Hallo. Bram, de hoofdstad van Madagaskar. Antananarivo. Snoop Dogg.